Otje, ik ben Otje. En mijn vader die heet Os. We hebben geen papieren, daarom zijn we steeds de klos. We rijden in ons busje en we zoeken naar een baan. Je bent ontslagen! De dieren wijzen ons de weg. Ik kan ze verstaan. Oh, Tos, lieve Tos, gooi de remmen nog niet los. Even smoesen met de boezem. Even kletsen met de hond. Stel een kusje voor het musje van je huppen binnen het busje. En dan zwerven we weer rond. En sluit ze. Ik praat met alle dieren. Mijn vader vindt dat raar. Niet weer die kok. Hij wil me niet geloven. Maar wat waar is, dat is waar. Bonatie. We zijn vrij. Even zwaaien naar de kraaien en de Vlaamse gaaien. Aaien, remmen los en starten maar. Ik hou van alle beesten. Van de vogels in het bos. Otje, ik ben Otje. En mijn vader die heet Tos. Grieven. Ik zing een lied over mij. Ergens in de buurt van Kokkelburg, aan een groen weggetje midden in de bossen, ligt een klein hotel. Hotel de Koperwiek. Moet ik helpen? Nee hoor, komt wel goed. Oké, doei! Ben je aan het doen? Ik schrijf mijn naam. Dan kan iedereen zien dat het mijn hut is. Maar dat weten we toch wel? Muis, een rotmuis. Ik dacht dat je niet meer driftig zou worden. Ik doe mijn uiterste best. Maar ik wil geen muis in mijn bed. En geen muis in mijn keuken. En nergens niet. Ik hou van muisjes. Vooral op de schuit. Wat ben jij nou voor een dochter? De allerleukste dochter van de hele wereld. Bedankt, die was ik kwijt. En als ik nou vanmiddag genoeg veertjes vind, heb ik eindelijk een echt verenkussen. Dan ga ik er ook een voor jou maken. Goed? Voor jou krijg ik dan wel. En daar gaat ze. Otje, wat een pittig meisje. Zal ze het halen? Wordt zij Nederlands kampioen gangrolschaatsen? We zullen het binnenkort weten. Zeg, luister eens. Ik en meneer Pardoes natuurlijk, ja. Wij zijn hier de baas. En ik
Wij willen niet dat er in de gang gerend wordt, begrepen? Rolschaatsen. Ik was in het rolschaatsen. Je hebt helemaal geen rolschaatsen aan. Ik deed alsof. Doei. Dat is een schande. Zo kan dat niet langer. Een blamage voor de gasten. De gasten, we hebben helemaal geen gasten al in maanden. Dat bedoel ik. We zullen moeten bezuinigen. Minder personeel. Ja, minder personeel. We hebben geen personeel. We hebben geen kamermeisjes, we hebben geen kelner. We doen alles zelf. We hebben de kok. Die moet elke maand zijn geld hebben. En hij eet ontzettend veel. Net als dat straatkind, die Otje. Ja, maar wou je tos ontslaan? En dan? Moet ik dan gaan koken? Ik kan alleen snijbonen met gehakt maken. Dat is nog heel vies. Ja, dat is waar. Ik kan moeilijk jouw snijbonen op het menu zetten. Nou, we kunnen Tos echt niet ontslaan. Niet ontslaan, gewoon minder loon. Nog minder? Er kan best nog wat af. Ga het maar meteen zeggen. Luister. Hey, is dat geen familie van Tiet? Tiet! Ik heb het gezien, Tien, 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 Tien. Het is mijn tante, maar het geeft niet. Tiet, 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 Tiet. Het is mijn tante, ja, maar... Ja, het is de natuur. De een gaat dood en de ander... Krijgt een ei. Jessie heeft al 3 millimeter ontsluiting. Dat klinkt goed. Maar vertel eens, zal ik je tante begraven? Doe maar wat je niet tralalala laten kan. Ik moet naar mijn nest. Die vogel kwijt. Ik heb er zo'n zin in. Nee, ik ga het begraven. Daar heb ik zin in. Oh, dit vind ik wel een mooi plekje. Otje, kom snel. Je vader leeft het weer. Kom, ho, ho, ho. Hij heeft het weer, hij snijdt met borden en met schalen. Hij heeft het weer, je vader gaat weer eens erin. En wie zal dat betalen? De diepvrieskippen vliegen rond. De ergste klondert op de grond. Spaghetti sliert aan de land. Het is een ramp, het is een ramp. De ovenschalen zijn kapot. Dan ging de koffiepot. Samen met de keukenkruk. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Van die vader. Te laat, je vader is al ontslagen. Ik zal maar rennen, ja? Hoe eerder jullie vertrekken, hoe beter. Tos, wat doe je nou weer? Ik kon er niet helpen. Het is te driftig, ik was buiten mezelf. En nu ben je ontslagen. Ik heb een afgekloven kip naar zijn hoofd gegooid. Ja, Pardoes wou weer minder betalen. En het is al zo weinig. Toen heb ik hem uitgescholden. En toen heeft hij me op staande voet ontslagen. Maar dat kan hij toch niet zomaar doen? Rottekind, ik heb geen papieren meer. En mensen zonder papieren, daar kunnen ze alles mee doen. Weinig betalen, ontslaan wanneer ze maar willen. Kom op. Inpakken en wegwezen. Zonder papieren kun je toch nergens een baan krijgen? We zien wel. We trekken door het land, we gaan kamperen. En de dieren dan? Betsy, Poef en de vogels. Met wie moet ik dan praten? Ja, nou, misschien komen we wel ergens waar veel kinderen zijn. Krijgen ze echte vriendjes? Dat wil ik helemaal niet. Ik wil deze vriendjes houden. Tiet en Jessie krijgen een ei. Daar moet ik bij zijn.
Spijt me. We kunnen echt niet blijven. Ik ben ontslagen. Blijf lekker hier. Vous voulez bien manger ici? Est-ce que vous avez des grives? Ik versta ze niet. Wat zeggen ze? Mais des grives, des vrais. Ze zeggen iets over grieven. Grieven? Ja. Wat betekent dat? Vraag het aan de kok. Die spreekt Frans. Tos, heb ik net ontslagen. Ja, ga nou maar. camembert? Chocola? Eindelijk gasten. En nou hebben ze geen kok meer. Luidt goed. Tos, luister eens. Er zijn vier Fransen en ik kan ze niet verstaan. En jij spreekt zo voortreffelijk Frans, Tos. Ze hebben grieven. Grieven? Ja. Bedoelt u klachten? Hoe kan dat nou? Ze zijn er net. Waar klagen ze dan over? Weet ik niet. Zou je alsjeblieft even mee willen gaan? Mais les grives, vous connaissez les grives des oiseaux? Oui, oui, oui. Oui. On adore manger des grives. Du pâté, ragoût, n'importe quoi. Non. Wat willen ze? Wat zijn hun grieven? Ze hebben geen grieven, ze willen grieven eten. Grieven eten? Grieven. Lijsters. In Frankrijk eten ze lijsters. Lijsters? Is dat een lijster? Ja, stikt hier van de lijsters. Oh, maar die kunnen ze krijgen. Zeg maar dat ze net zoveel lijsters kunnen eten als ze zelf willen. Ja, dat wordt een heerlijk goedkoop dinertje. Ik laat ze duur betalen en ons kost het niks. Alleen een paar kogels. Jij mag ze schieten, Tos. Ik pak het geweer. Mooi niet. Ik schiet niet op lijsters. Het zijn de vriendjes van Otje. Bovendien is het broedtijd en ik heb al no gezegd. Dan zeg ik wie. Wie. Naturel grieven zat. Vooruit. Het is geladen, dus laat zien dat je een kerel bent. Ik doe het niet. Dan maar geen kerel. En dan blijf je ontslagen. Toch? Mm-hmm. Ze willen zelf schieten. Mooi zo, laat ze maar. No. Dat was het dan. Dan ga je dan pardoes. Adieu. Stel je niet zo aan. Vooruit, Tos. Naar het bos. En je komt terug met een mand vol dode lijsters. Help! Tos heeft een geweer. Tos schiet ons dood. Hij wil ons braden. Help nou toch. Schiet nou op. Help. Weet je het zeker? Je bent toch geen fazant? In Frankrijk zijn lijsters toevallig wel een delicatesse. Jongens, even terug naar de basis. De vliezen zijn gebroken. Maar ze zullen toch de ei als met het geweer toch leven? Als we nou niet weggaan, hebben ze helemaal geen ei meer. Natuurlijk gaat mijn vader niet op jullie schieten. Ga maar allemaal rustig terug naar je nest. Een geweer. Gevaar. Het blijft gevaar. Ik niet. Ik doe het niet. Nooit van mijn leven. Hé,
Ik moet lijsters doodschieten. Doodschieten en daarna grillen. Wie eet er nou lijsters? Ja, die Fransen. Ook gemeen. Wow, we eten toch ook vogels? Wat dacht je van kip met appelmoes? Je gaat het toch niet doen, hè? Ja. Ik dacht dat je ontslagen was. Ja, als ik het doe, mogen we blijven. Maar ja, ik kan jouw vrienden toch niet doodschieten? Dat hoeft ook niet. Ik heb een dode tante. Een lijster. De tante van Tiet is dood. Ik wou haar eigenlijk begraven, maar dit is ook een goed doel. Begin maar vast. Ik ben zo terug. Wat heb ik toch een slimme dochter. Mr. Sonogrief, qui vont arriver. Belles arrivent. Hoort u dat? Pang, pang, grieven. De grieven arrivent. Elles arrivent. Oui. Oh. Poef, paf, pief. Mijn kop die schiet een grief. Nu zit de lijster op een tak. Maar straks ligt hij met groot gemak in een bed van vers sla. En dan zegt vous, oh la la. Merci, monsieur, comme si, comme ça. Bief, poef, paf, u staat zo dadelijk paf. Want wat we op uw bord zou zien, is een statue haute cuisine met de fijnste lijsterbrei. Of liever grief, net wat u zei. Oh, wat bent u strakjes blij. De grief, ze zijn de grief. Ik moet niet. Paf, pief, poef. Bravo, voici de grande bouffe. Onze chef gaat aan de slag. En dat het u maar smaken mag. Notre vers geschoten grief. Alsjeblieft, oh, alsjeblieft. Neemt u nog een aperitief. Merci, merci. Je vais vous préparer un bon pâté du grief. Merci, merci beaucoup. Is één lijster eigenlijk wel genoeg voor een lijsterpastei? Ik heb geen enkele lijster nodig. Let op. Het recept voor de onvervalste lijsterpastei. Men nemen. Twee diepvrieskippen. Op een hoog vuur. Aanbraden. Wat wilde kruiden. Een snufje zout. En het totaal afgeblust met een overheerlijke Coderone Bon Appétit. Muisje. Mijn vader houdt niet van muizen. Maar ik wel. Ik vind muizen leuk. Neem me niet kwalijk dat ik hier aan begonnen ben. Ik had zo'n honger. Maar het smaakt niet zoals het eruit ziet, helaas. Er is hier niks te eten. Ik hou al wat. Mijn naam is Tante Melia. Ik ben alleen. Mijn familie is... Wat is er? Misschien leven ze nog. Misschien heeft neef Lodewijk ze allemaal in veiligheid gebracht. We woonden in de eetzaal naast de keuken. Prima plek, toch? Soms ging er wel eens iemand dood door Betsy de poes of een muizenval. Maar dat hoort bij het leven van een muis, nietwaar? Ik weet het niet. Neef Lodewijk ook niet. Hij dacht er heel anders over. Hij wilde naar een land zonder katten en zonder muizenvallen. Hij beweerde dat het bestond. Musopia, het muizenparadijs. Musopia? Ja. En? Bestond het?
Ik geloof het niet, maar toen wel. We zijn met de hele familie op zoek gegaan. Door het hele huis. Het was verschrikkelijk. Uiteindelijk waren we nog maar met z'n zessen. En toen ben ik ze kwijtgeraakt. En nou eet ik papieren rookworst. De andere? Ik weet niet of ze nog leven. Ik zal ze voor u gaan zoeken. Zijn ze in het hotel of buiten? Buiten, dan zijn ze zeker dood. We zijn huismuizen. Tada! Is dat de kippen? Inderdaad, de lijsterpastei. Wat kom je eigenlijk doen? Bij mij weten ze het al lang, kinderbedheid. Ik zoek iets. Dit soms? Nee. Of eigenlijk wel. Dag, tante van Tiet. Grievenpastei. Oui, oui. Heel bon. Mes compliments, chef. En nu naar bed. Oké, chef. Ik ben het. Zal ik je eens wat leuks vertellen? We mogen blijven. Mooi! Ah, et bien voilà. Oh, et bien je vous en prie. Ah, oui. Le chef, où est le chef? Chef? Mais oui, Ah, de kok, Tos. Chef slaapt. Ik geef, chef. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Nous reviendrons. C'est excellent. 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 Het is voor ons. Voor alle zorgen. Die Tos verdient al genoeg. Maar goed dat ik hem niet ontslagen heb dan. Nog niet, zou je bedoelen. Tante Melia, ik ben het. Ik moet nu gaan slapen, maar morgen ga ik verder zoeken. Goed? Otje ging snel slapen. Zo'n zin had ze in de volgende dag. Het was maar goed dat ze niet wist wat er allemaal te wachten stond. Anders had ze vast geen oog dicht gedaan.